We zijn vandaag 29 juli en vanmorgen heb ik gebrainstormd voor blogger. Want daar moet ik dringend aan beginnen, aangezien ik niet zoveel tijd heb om eraan te werken als de vorige edities, omdat ik nu een job heb. Net zoals een vorige vlog maak ik ook een vorige edities maak ik ook een achter de schermen vlog. Vandaag is er een pakje toegekomen voor mij. We zijn vandaag 2 augustus en vandaag is er een pakje toegekomen voor een samenwerking. Ik ga meteen openmaken. Het is mijn tweede pakje voor blogger ooit. Super leuk. Ik heb het pakje eventjes opengemaakt. Ik ga nog een aantal dingen uithalen. Dit zijn de Bullet Journal stencils waarmee ik aan de slag kan. Een Bullet Journal. Een Bullet Journal decoratieset. En de Bullet Journal Toolkit. Deze ga ik allemaal gebruiken. Ik ga hier zoveel plezier aan beleven. En hopelijk kan ik er een heel goed bericht over schrijven. Hallo, we zijn vandaag 24 augustus en ik ga werken in mijn Bullet Journal die ik heb gekregen voor dit magazine. Ik ga erin werken en ga dan morgen denk ik het artikel schrijven er rond. Maar ik wil ook iets hebben om aan jullie te tonen. Alhoewel ik momenteel nog in een andere Bullet Journal aan het werken ben. Maar ik denk dat dat sowieso mijn volgende wordt. En er is niks fake aan ofzo. Want augustus gaat er met andere staan. En september komt gewoon deze. Dus het is niet dat ik gewoon een fake spread maak. Ik ga die spread effectief gebruiken. 25 augustus en ik heb een blogbericht getipt. Allee, een bloggerbericht getipt. We zijn vandaag 3 september en ik ben een leuke back-to-school rustzakken aan het zoeken voor het artikel. Ik wil een beetje van alles, dus deze ziet er ook wel leuk uit. Waarom bundelt Bol alle rustzakken met die zwarte paraplu? Ik ben momenteel bezig met het interview van zulke blogs. Ik ben dan foto's aan het zoeken als veerfoto's. Dus ik ben even op haar Instagram aan het scrollen. Net ook het interview met Vanessa er ingepland, een blogger. En nu is zij het op te eten. Ik ben bezig met alles in het bestand te zetten. Dit klopt trouwens niet. Het zijn geen zomerschep, maar groentjes. Hallo, vandaag zijn we 8 augustus. Vanavond heb ik de omeletrap voor het eerst proberen te maken. Ik ga dat morgen nog een keer opnieuw doen. Hopelijk lukt het dan beter. En vanavond heb ik ook naar het Molenbos gegaan. Dat is een deel van de Palingbeek en daar heb ik enkele leuke foto's proberen te maken. En daar zag ik ook 2 rondlopende koeien die eigenlijk niet in wei zaten. Dus die eigenlijk redelijk vrij aan het lopen was. En dat was super mooi om te zien. Morgen ga ik die foto's bewerken, denk ik. Foto's editen.
Hallo, het is nu 5:15 en ik ga foto's gaan maken voor blogger. Ik wil er graag nog een paar extra, dat ik er zeker genoeg heb om uit te kiezen. En zodat ik zeker ook nog een goede optie heb voor de cover. We zijn vandaag trouwens 10 september, het is nu 2:40. En straks heb ik al foto's bewaard voor het magazine. Ik heb er vanavond ook gaan maken. En voor de eerste keer afgeprint. Gecheckt. Maar nog niet gedaan. Als je snapt wat ik bedoel. Want ik was echt te moe om nog alles te checken. Ik ga me straks misschien een beetje dichter gaan zetten. Zodat mijn broek niet al te veel moet wandelen. Even verbeteren. Kijk of alles goed is. Of alles goed staat. Of de inhoudstafel klopt. Hallo, vandaag zijn we 14 augustus, als ik het juist heb. Ik heb al super veel heel leuke reacties gekregen op blogger. Ik ga ze allemaal verzamelen zodat ik een mooie grote vlog kan maken.